Voorzitter, wat een smadelijke, gênante vertoning in de eerste termijn van deze minister. Wat een totale ontluistering. Zo gênant, zo pijnlijk. Je zou verwachten dat het slachten van de enige bestuurlijke vernieuwing sinds Thorbecke 1848 met enig eergevoel en enig decorum gepaard zou gaan. Maar we zien een pijnlijk tafereel van een minister die geen argumenten heeft, geen tekst. Ze zegt dat de wet niet goed functioneert, de wet raadplegend referendum. Dat is de balans na welgeteld één referendum. Het referendum heeft niet aan de verwachting voldaan, zegt ze. En bij wie liggen die verwachtingen dan, vraag ik donderdagavond. Het antwoord van de minister, nou, bij de vier coalitiepartijen hier in de Kamer. Oké. We mogen geen referendum houden over het referendum. Dat is, zegt de minister, inherente logica. Ook weer zonder ook maar de geringste onderbouwing. Ze komt aan met een onderzoek, in wezen een enquête uit 2016 naar het Oekraïne-referendum. Mensen gaven aan dat ze vinden dat de regering moest luisteren naar de uitslag. En daarop zegt de minister, dit toont aan dat dit instrument dus niet goed werkt. Dus als je vindt dat de regering moet luisteren, wordt dat door Ollengren uitgelegd als steun voor een bindend referendum en dus als tegenstand van een raadplegend referendum. Je moet er maar opkomen. En sinds wanneer volgt de regering enquêtes om wetten te beoordelen? Wie dat nationaal kiezersonderzoek nog eens terugleest, ziet dat de burgers zich bij hun stem lieten leiden door de hoofdzaak. Is het goed voor Nederland? Is het goed voor de Oekraïne? Niks geen proteststem, zegt de Radboud Universiteit. Een van de auteurs is nota bene professor Van der Meer, die zich, zie een ingezonden brief van 18 wetenschappers in NRC, waarschuwt voor de gevolgen van het afschaffen van het referendum voor onze democratie. Het is allemaal hapsnap, gauw, gauw. Een burger die een dakappel wil en wiens aanvraag wordt afgewezen, ontvangt een betere motivatie dan dit flutwetje op een achternamiddag in elkaar geflanst. Vanmiddag kwam de Raad van State nog met een advies. Juridisch effectief noemen ze dat. Ik weet echt niet wat dat betekent. Maar het maakt wel één ding duidelijk, voorzitter, dat dit een politieke kwestie is. Het is dus politiek. Er moet een politieke beslissing genomen worden. En die Raad van State wordt tegengesproken door heel veel staatsrechtgeleerden. Deze minister denkt dat het staatsrecht iets is dat de overheid moet beschermen tegen de burger, in plaats van andersom. Deze Zweedse minister, die haar cursus staatsrecht heeft afgehaald op de IKEA-universiteit, toont net zoveel diepgang als de gebruiksaanwijzing van de billykasten. We lezen alleen maar doelredenaties. Het doel is duidelijk en daar worden wat alinea's tekst bij geproduceerd. Dat heet dan een wet. En ik blijf erbij, de oude wet, de wet raadplegend referendum, is gewoon geldig. De minister moet de wet uitvoeren. Dat is haar grondwettelijke taak. En in die wet staat, gij kunt een referendum aanvragen over elke wet. In wat voor land leven we dat een Kamerlid moet smeken dat een dienaar van de kroon, een minister, de wet moet uitvoeren en de grondwet moet respecteren? Er zijn twee amendementen die door wellicht de hele oppositie worden gedragen. Een parlementair unicum. Eén is ingebracht door de Partij van de Staatsrechtelijke Zuiverheid, de SGP. En deze twee amendementen is iets waar de minister niet zomaar overheen kan walsen. Het is ook een signaal voor de Eerste Kamer, die tenslotte graag toeziet op het staatsrecht. Misschien zijn daar nog D66'ers die weten waarom Van Mierlo die partij ook weer is begonnen. D66 is nu de partij die ten strijde trekt tegen de idealen waarvoor het is opgericht. Je verzint het niet. D66 is bij uitstek de partij van de elites van Nederland. Van de hoge ambtenaren, de kunstbobo's, de top van de universiteiten, de technocraten, de consultants en de spreekwoordelijke D66-rechters. En die elites hebben genoeg van het volk. Ze zien de burgers als domme tokkies, geneigd tot alle kwaad, die, als je niet uitkijkt voor Brexit, Trump en Wilders stemmen, eigenlijk alleen geschikt om belasting te betalen en hun organen af te staan. Deze intrekkingswet is één grote motie van wantrouwen van de elites tegen het volk. D66 werd opgericht om, zoals Van Mierlo het zei, kanalen te graven. De elites graven nu alleen nog maar een slotgracht met een muur waar Trump jaloers op is. En daarachter zitten ze, de boven ons gestelden. Ze noemen zich cosmopolieten, maar vanuit hun penthouse kijken ze als bange provincialen naar beneden. Gisteren had een man 70 jaar moeten worden, professor Fortuyn. Die sprak over de verwezende samenleving en die analyse staat als een huis. De elites leggen ons te vondeling. Ik hoor steeds over verbinding en ik hoor steeds het woord samen. En ik hoorde na de Fortuyn-revolutie steeds erover dat er nu echt naar de burgers geluisterd zou gaan worden.
In de praktijk betekent het eigenlijk maar één ding: volk zwijgt. Van Mierlo zei, we moeten een revolutie maken voordat die uitbreekt. Een stille revolutie die kanalen graaft van de burgers en hun frustraties naar de centra van de macht. Wie Van Mierlo's stille revolutie niet wil, sluit de ogen voor de kans op een luidruchtige revolutie. Wie een politiek stelsel bouwt van schokbeton, gewapend schokbeton, impliceert dat dynamiet de enige manier is om dingen te veranderen. Hooivorken en guillotines is wel het laatste wat we moeten willen. Maar dat er met vuur wordt gespeeld, dat mogen duidelijk zijn. Voorzitter, de dikke vinger die de minister vandaag aan de burger toont, kan niemand ontgaan. De jonkvrouw kan ongetwijfeld de schouderklopjes in ontvangst nemen in het concertgebouw in de grachtengordel. Maar de waarschuwing van Van Mierlo over zijn stille revolutie, die waarschuwing blijft staan. Maar het probleem, meneer, dat blijft. Dank u wel. Dank u wel, meneer Bosma. Dan geef ik nu het woord aan de heer.